Begin van het jaar heeft Leiden in meerderheid gestemd tegen het vierde hockeyveld in het Roomburger Park. Maar de raad wil toch een oplossing voor hockey. Wat nu? Ja, dat is op zich een goede vraag van de raad. En de raad zal er ook een uitspraak over moeten doen. Want in het beleid, het sportbeleid, hebben we eerder opgenomen dat er ruimte moet komen voor hockey en voor rugby. De twee sporten die nu knelpunten ervaren. Alles wat natuurlijk uitgezocht is voor het plan wat het uiteindelijk een referendum is ingegaan. Dat is ook daarop gebaseerd. Maar nu weten we dat dat niet kan op de plek waar we dat hadden voorzien. En dat betekent dat we moeten kijken hoe dan wel. En daar is nu een notitie voor in voorbereiding. Met keuzes die de raad moet maken van wat doen we met deze vraag. Maar het geld dat bij dat plan hoorde, ja, dat zei we ook vanavond, dat is ook niet meer. Is ook niet meer beschikbaar voor dat plan, want dat plan is er niet meer. Dus... Nee, dat klopt. Het geld, het plan gaat niet door. Dat is heel duidelijk door de stad uitgesproken en bevestigd door de gemeenteraad. In de vergadering is ook unaniem ook besloten om dit raadsvoorstel niet uit te gaan voeren. En dat betekent dat het geld teruggaat naar de algemene middelen. En inmiddels ook weer in de kaderbrief opnieuw is bestemd voor andere zaken. Dus, maar laat onverlet dat er natuurlijk een oplossing moet komen voor dat beleidsvraagstuk van meer ruimte voor hockey. Is er elders dan een ruimte voor hockey? Want je hoorde vanavond in de raad wel van, ja, er waren in het verleden ook al andere opties, hè? Het Trigonterrein. Nou, er zijn in het verleden inderdaad dingen onderzocht. Het is niet natuurlijk voor niks dat we uiteindelijk weer bij het Roomburger Park uitkwamen. Hè. We zijn natuurlijk via het uiteindelijk een plan waarbij de hockey zou verhuizen naar de Vliet. Zijn we weer teruggekomen op verzoek van de raad bij de huidige locatie. Dat is nu ook door de gemeenteraad gezegd, nou, daar kan het ook niet. Dat betekent dat je op bestaand areaal zou moeten oplossen. En dan wordt het een soort schuifoperatie. Waar je moet kijken, waar zitten verenigingen nu? En kunnen die eventueel verplaatst worden, zodat er ruimte ontstaat voor hockey? En ja, hoe dat er precies uit gaat zien, dat wil ik in die brief opschrijven. En die komt er binnen nu en een paar weken ligt die er. Volgens mij heb ik het vanavond in de raadscommissie al gehoord. Korfbal bij de Danaïde in. Roomburg tennis naar Trigonterrein. En dan vier hockeyveld alsnog in Roomburg. Nou ja, dat is een optie die door volgens mij de PvdA werd genoemd. En er is ooit wel eens onderzocht of dat past allemaal. Dat past er toch? Dat zijn we nu aan het checken. Maar kijk, het heeft voor mij geen zin om daar nu op te reageren. Want daar hebben we juist die notitie voor in voorbereiding. En staan daar dan straks meerdere opties in? Ja, je zou kunnen kiezen voor een hockeyveld elders in de stad. He, dus dan krijg je een soort, in de scholen termen noemen we dat een dislocatie of een satellietclub. Ja. Dat zou ook nog kunnen.